Oké. Oh, yo, kijk, zo'n super team. We waren hier geëindigd. En nu gaan we die octopus. We gaan die octopus vechten. Ik heb trouwens de mail alvast een laptop aangezet. Zodat we deze video gewoon kunnen uploaden. Zodra we klaar zijn. Ik heb hem gelijk aan uploaden. Dit doet het even. Dit ging nog nooit zo vlot bij mij. Oh no, en nu is die pist. Bij mij ging het ook. Ik zou zo mijn speedrun aangeven. Oh nee, uitkijk voor die dingen. Die ding kan je niet defeaten, die ding kan je niet defeaten. Alleen toch door te wachten? Ja, alleen door te wachten. Jongens, ik heb het ook ooit aan mijn speedrun. Ik faalde echt keihard. Oh nee, niet weer. Ik ga even kijken voor coins. Ja, dan moet je... Hoe krijg ik van deze dingen ook voor coins? Dan moet je je starbits op schieten. Oké. Het ligt hier. Ik moet wel goed richten. Maar ik heb standertje ook nodig. Kijk uit. Oké, daar kom ik. Kijk, zeker. Wacht. Ja. Ik zeg, die ding kan alleen de fietsen door tijd. Zie je dat? Boom! Die ding kan alleen de fietsen door tijd. En als je dit spel ooit gaat winnen, ik raad je echt aan, hè? Om pauzes te nemen. Ja. Want dan ga je echt pijn krijgen aan je handen. Heb ik het gedaan zo. En nu zit al mijn nunchuk onder het zweet. Ja. Ik weet niet hoezo, maar als je auto koos ik een wierafstandsbediening met slash onder nunchuk vast heb, begin mijn handen helemaal te zweten. En ook als ik de gamepad gebruik. En nee, dus ik de Wii U Pro Controller gebruiken, want die heb ik niet. Dat is ook waarom ik nog geen Wii U HD kan opnemen. Omdat ik dus geen Pro Controller heb. En ik ga niet proberen de Pro Controller te emuleren met Homebrew. Want dat gaat niet werken. Ik heb dat eens een keer geprobeerd. En dat lukt niet. Oh, deze. Loop die Swoop Galaxy. Oh, die kan ik wel voor je doen, maar. Oké, Lars gaat deze voor me doen. Lars krijgt ook een credit. Montage tijd. Wel iets harder. En ik hoop dat jullie al mijn... Ik moet even een poesbandje om. Ik hoop dat jullie al de setup tour hebben gezien. Dit is echt een Galaxy waar je echt je polsbandje om moet doen, want die moet je heel veel motion controls doen. Ik heb ook altijd als je rage dan zodat je niet je tv raakt. Ik heb altijd mijn polsbandje om tijdens het video. Al speel ik een spel waar je niet eens je ding hoeft te bewegen. Het is gewoon veiliger. Ik kan me herinneren dat ik klaar was toen ik nog een paar jaar geleden dat ik een wierafstandsbediening tegen mijn hoofd aan kreeg. En ik kan je zeggen dat het pijn. Wacht, turn left, dan moet ik hem naar de rechterkant houden. Ja. Dat is zo irritant. Lekker goed. Kan ik trouwens turn als tweede speler? Nee, dat hoeft niet. Jullie mogen trouwens zeggen of we de volgende episode met twee spelers gaan doen. Je weet wel, de P2-ster. We gaan hier eventjes een beetje snel doorheen. Trouwens, als ik dit heb uitgespeeld, dan ga ik misschien ook Mario Galaxy 2 spelen. Ja, die hebben we al. Want die hebben we, en die hebben we niet gedaan ook. Ja, die hebben we gewoon gekocht op disc. Omdat we hem op disc hebben, kan ik een Kekko OS voor gebruiken. Maar we gaan niet cheaten ook in mijn Let's Plays. Gaan we niet cheaten. Ik ook, ik ga niet cheaten. Ja, ook hier kan ik een Let's Play gaan doen. Ja, behalve als ik bij heel irritant te staan kom. Want ik heb hem nog nooit helemaal uitgespeeld. Ik heb...
Ik kan er misschien ook eens een keer in gaan doen van Super Mario 64. Een let's play. Dat kan ook. En dan kunnen jullie nog wel ook zeggen of ik het ga doen op de DS versie. Ja, daar hebben we dan ook een capture card. Daar hebben we een speciale 2DS capture card. Of we kunnen het doen op Wii U dan. Dit is de eerste keer trouwens dat ik hem in één keer heb gehaald en in die tijd. Oké, dat is klaar. Zelfs in mijn speedrun was ik trager. Maar Lars is hier goed beter in dan mij. Ja, ik was heel ontspannen trouwens. Ik dacht... Ik zou helemaal gestrest raken van de timers. Ik geef... Heel misschien zou ik nog een sterretje kunnen doen. Ik denk het eerlijk gezegd, ja. Ja, dan moet ik zo'n soort galaxy gaan doen. Met maar één ster. Of zo'n snelle ster. Zoals Painting the Planet Yellow, ja. Oh, ik doe ook zo meteen ook Megalax Moon voor je. Ik denk dat ik die niet ga doen. Nee. Ja, die doe ik al een keer voor je. Oh nee, die hebben we nog niet. En ik denk dat we de episode hier gaan beëindigen. Dus bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Later.